Dag Emilie, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Jij bent finaliste. Stel je eens even voor, alsjeblieft. Mijn naam is Emilie van de Venne. Ik ben 23 jaar oud. Ik woon in Hasselt. En ik ben al 3 jaar de trotse eigenaar van Schoonheidssalon Sensatie. En voor welke behandelingen kan ik daar terecht bij je schoonheidssalon? Je kan komen voor een gelaatsverzorging, een massage, make-up, kunstnagels enzovoort enzovoort. Heel veel. Doe je dat allemaal zelf? Ik doe het allemaal zelf, ja. Amai, dat is een heel prestatie. Hoe komt het dat je ooit voor dat beroep hebt gekozen? Omdat ik van jongs af aan eigenlijk al echt geïnteresseerd ben in schoonheid en make-up en dergelijke. En ik wou vroeger eigenlijk altijd heel graag achter de coulisses werken bij... Ja, familie eigenlijk. Dat was altijd mijn droom. En uiteindelijk heb ik toch gekozen voor een eigen zaak te openen. En hoe bevalt je dat nu? Heel goed. Ik ben al 3 jaar bezig. En, ja. En waar in Hasselt ben je daar juist mee bezig? In Kermt ben ik bezig. Kermt, ja. Kermt in de Meibroekstraat. Super. Ja. En nu doe je mee met de Miss Wellness Beauty verkiezing. Hoe komt dat? Ja, eigenlijk omdat ze mij gevraagd hebben. En in het begin had ik zo'n beetje schrik. Maar uiteindelijk, ik kom hier nu staan voor mij te promoten. Maar ook om, om schoonheid te promoten natuurlijk. Dus, wat denk je daarmee te bereiken? Zo? Ik hoop dat er veel nieuwe deuren open gaan gaan. En ja... Vooral het laatste, dat ik veel nieuwe deuren ga kunnen open laten doen. Wat zijn je wildste dromen? Ja, eerlijk gezegd, om echt achter de coulisses van familie te werken. En ofwel wil ik heel graag een groot wellnesscentrum openen. Dus waar ik zowel haarzorg als schoonheid in kan verwerken ook. Oh, dat klinkt wel super spannend, hè? Ja, inderdaad, inderdaad. Nu, de jury straks op die finale, waarom moeten die dan voor jou kiezen juist? Goh. Ik veronderstel dat ik heel goed het schoonheidsgedeelte kan gaan promoten. Dus ik kan het eigenlijk niet echt beter verwoorden dan... ik heb een sympathieke uitstraling. En ik voel me gewoon goed in het gebeuren van make-up en schoonheid en dergelijke wellness. Dus vandaar ook de naam Miss Wellness Beauty. Wat vind je van het traject dat je nog moet doorlopen tot aan de finale? Ik kijk er echt naar uit. Ook omdat we veel nieuwe dingen gaan leren. Dus, zoals? We hebben nu bijvoorbeeld de pers leren te woord staan. Ook de manier hoe dat je moet staan. Ook hoe dat je moet rondparaderen. Maar het volgende wat we nu binnenkort gaan leren is echt hoe dat we... over het podium gaan moeten lopen en zo. Dus, en ook hoe dat je mensen moet aanspreken te gooien en dergelijke. Dus daar kijk ik ook wel echt naar uit. En dan gaan we ook nog op vakantie en dergelijke. Dus. Wat vind je van de meisjes? Het zijn allemaal 22 heel mooie meisjes. Nu, over schoonheid gaat het niet per se. Allee, over dat gedeelte van schoonheid gaat het niet per se. Maar wel, ze kunnen wel hun woordjes staan. Dus veronderstel dat er toch wel veel... concurrentie tussen ze. Ja, ik vind het ook. De meisjes die ik intussen al geïnterviewd heb, die waren allemaal heel vlot. Ja. Ze zijn wel goed thuis in hun sector. Ja. Dus je zal echt wel iets een beetje moeten bijsteken. Hè? Ja. Ja, ik denk het ook. Dus, Oké, maar je gaat er zeker wel lukken. Ik wens je in ieder geval heel veel succes en nog een prettig verloop. Hè. Dank u wel. Oké, dank u.